Ik was op timmerman. En ik ben nu 9 maanden naar school gegaan. En nu ben ik assistent uitvoerder, voerder meewerkend uitvoerder. Het was wel in het begin even weer aanpoten, ja. Ik heb jaren niet meer met de computer gewerkt en toen je weet nog eens niet hoe een programma werkt. Maar ja, doordat je wat aanwijzingen krijgt, dan word je er wel makkelijker in. Dat was denk ik van vooruit. Op museum, we pakken het aan en we kunnen verder. Maar ja, dat is niet meer in deze tijd. We moeten wat langer mee met onszelf. We moeten zuiniger zijn op onszelf. Hoe kun je lichter werk zien te maken? Dus eerder een ijskraan bestellen in de plaats van wat tillen we even met z'n zes op. We staan nu op de steiger, staan nu ook al wat hout klaar. Dat we dat niet steeds naar beneden hoeven te steken of naar boven. Vrijdag komt er een kraan en die eist het dan weer naar beneden. Als je dat consequent blijft doen, denk dat je dan langer volhoudt in de bouw. We hebben ook de DISC training gehad. Het kleurenproject, hoe iemand is en gedraagt. Hij reageert nogal fel, ja, maar zo is hij ook. Dat vond ik wel interessant, want ik moest wat roder worden. Wat directer, als er een probleem is of iemand is er niet. Niet afwachten van, ah, die komen zo meteen wel. Nee, bellen naar die mensen toe. Waarom gaat dit niet goed? Waarom gaat dat niet goed? Dus dat is voor mezelf wel van, ja, dat heb ik wel geleerd. Iets zien groeien. Nou ja, dat je nu in een paar weken tijd dat je iets uit de grond ziet komen, dat is wel iets moois.